Ik wacht en er gebeurt niets. En ik wacht nog steeds en er gebeurt nog steeds niets. Als ik maar lang genoeg blijf wachten, zal er een eeuwigheid niets gebeuren. Welkom, mevrouw Nora Salomons, ombudsman van Amsterdam. Dag. Hier op Kleurnet TV. Mevrouw Salomons, hoe lang bent u al ombudsman? En hoe lang is er al een functie als ombudsman in Amsterdam? Dat beide loopt samen. Ik ben in oktober 86 door de gemeenteraad benoemd. En ik ben in januari 87 hier beginnen te werken. En in maart 87 was ik eindelijk zover dat ik ook een kantoorruimte had en enige bestaffing. En sindsdien bestaat dus het instituut Ombudsman. Dat is natuurlijk wat gek als je in oktober, of wachten gesproken, oktober iemand benoemt en dan in maart met moeite een half jaar later bijna dus kantoorruimte kunt krijgen. Maar zo gaat dat bij deze gemeente. Men had toen gedacht dat ik, geloof ik, vanuit mijn woonkamer dit zou gaan doen of zo. Men dacht misschien dat er geen problemen waren in Amsterdam. Zou ook gekund hebben, ja. Ja. Maar het is natuurlijk wel, het tegendeel is natuurlijk het geval. Dus een stad die barst van de problemen. En ik neem aan dat het allemaal op u afkomt. Nou, er komen veel problemen op mij af, maar ik kan alleen, laat ik zeggen, ik ben een gemeentelijk ombudsman, dus ik kan alleen die dingen kan ik me tegenaan bemoeien waar de gemeente Amsterdam wat mee te maken heeft. Dat was overigens toen ik begon aanzienlijk meer dan op dit moment, want de gemeente had toen veel meer taken op het gebied van de huisvesting en op dit moment is dat min of meer toch of naar corporaties overgedragen en de gemeente heeft weinig zeggenschap. Dus ik moet vaker inderdaad mensen die met dat soort problemen komen, ja, wegsturen. Maar is dat niet erg dat is ingewikkeld, zeker voor mensen? Want die gaan naar de ombudsman toe. Het is hartstikke ingewikkeld, ja. Denk ik, om hulp en raad te krijgen. Nou, hulp om... Nee, een ombudsman is geen maatschappelijk werkster, is geen sociaal raadsman. Dat hebben we ook allemaal in Amsterdam. Mensen komen bij mij indien ze menen dat een organisatie van de gemeente hun niet netjes behandeld heeft. En daar moeten ze ook feitelijk eerst toch dat aan die organisatie laten merken van we zijn niet tevreden. En dan kunnen ze pas bij mij terecht. Maar even voor de duidelijkheid, het is voor echt hulpverlening, als mensen problemen hebben in algemene zin of financiële problemen, daar zijn echt andere instanties voor. Wij toetsen of de gemeente goed met die problemen om is gegaan daar waar de gemeente een verantwoordelijkheid heeft. Ja, ja. Maar wat voor... als u het niet erg vindt, ik vind dat toch een beetje vaag. Ja. Want wat voor problemen hebt u dan mee te maken in principe? En wat voor antwoord hebt u daarop? Nou ja, laat ik zeggen, gemeentelijke dienst. Een van de bekende is natuurlijk de dienst Stadstoezicht, die parkeerhandhaving doet. Daar krijgen we nogal wat klachten over. Overigens is dat wel een stuk beter geworden. Mensen die ten onrechte werden weggesleept, een wielklem enzovoort. Een andere hoofdmoot van problemen die aan ons voorgelegd worden. Mensen, u begon met dat gedicht van Gerrit Komrij. Mensen schrijven aan burgemeester en wethouder, schrijven aan een wethouder, schrijven aan een dienst en ze krijgen maar geen antwoord. En dan gaan wij achterhalen waar dat nou verdwenen is dan wel. Mensen zijn aangewezen op een bijstandsuitkering. Dat wil soms gigantisch lang duren. Er is een gemeentelijke dienst, Stadsmobiel. Die doet aanvullend openbaar vervoer voor bejaarden en mensen met een handicap. Nou, in het begin, het gaat nu ietsje beter, maar er waren daar erg veel klachten over. Nou, die mensen komen bij ons, want daar is de gemeente verantwoordelijk voor het product. U hebt dat prachtige jaarverslag. En daarin zie ik bijvoorbeeld, en het gaat daarover, ik noem wat op, huisvestingsvergunning duurt anderhalf jaar. Een kapvergunning duurt pakweg ook anderhalf jaar. Dat waren bezwaarschriften, hè? Ja, medische indicatie. Ja. Dat is een snelle, toevallig.
Maar over het algemeen wat ik hier zie staan, parkeervergunning 4 november 98, het duurt allemaal verschrikkelijk lang. En het moet toch voor de burgers, eerlijk gezegd, zeer onmotiverend zijn om überhaupt een zaak aan te spannen. Ja, dit is een van de hele kwalijke dingen. De wet schrijft voor dat je binnen 6 weken op een bezwaarschrift moet reageren. Dan mag je als overheid nog 4 weken verlengen. Met instemming van die burger. Nou, het merendeel van deze diensten, en dit is gewoon een willekeurige steekproef uit de besluiten van burgemeester en wethouders. Dan mag je met instemming van de burger, zei ik, dus nog 4 weken verlengen. Dus maximaal 10 weken. Nou, u ziet dat het merendeel dat ver overschrijdt. Bovendien vraagt men nooit of die burger er bezwaar tegen heeft of niet. Men zegt dan van die burger die te lang moet wachten kan, en dan komt er een hele juridische redenering, kan naar de rechtbank, kan daar vanwege een fictieve weigering vragen dat de gemeente toch een besluit moet nemen. Dan moet die burger en de rechterlijke macht belasten voor onzinnige dingen, want dat besluit kan de rechter niet in plaats van de gemeente nemen. Plus dat een burger een advocaat moet betalen. Nou, maar, al dit soort maar onzin. We weten dus dat dit soort dingen voorkomen. Ja. Wat doet u eraan? Wat kunt u eraan doen? Loopt u af en toe ook tegen de klippen op en dat u denkt van ik ga nu op vakantie en ze zien me nooit meer terug? Nou, ik ben het hele jaar, ik doe dat precies omgekeerd. Ik ga dan juist niet met vakantie, dus ik ben het hele jaar nog niet met vakantie geweest en vorig jaar ook niet. Maar ik kan er persoonlijk niet veranderen. Ik kan alleen maar eindeloos, wat ik ook met zo'n jaarverslag doe, zeggen tegen burgemeester en wethouders: jongens, doe er nou wat aan. Ik geef ook adviezen, bijvoorbeeld bij de sociale dienst heb ik dat gezien. Daar hebben we onderzocht waar dat nou in zat, dat die bezwaarschriften zo lang bleven liggen. Nou, als je 100 bezwaarschriften binnenkrijgt en dan zit er, laat ik zeggen, 20 zitten erbij kennelijk gegrond, 20 kennelijk ongegrond. Dat kun je dus binnen een uur, bij wijze van spreken, per dossier bekijken. Zo gaat dat niet. Nee, alles wordt op een stapel gelegd en dan zitten die ambtenaren naar die stapel te kijken en 's ochtends diep te zuchten van waar zou ik nou aan beginnen. Het gaat allemaal op volgorde. Het heeft veel met het organiseren van werkzaamheden te maken. Maar daar hebt u geen zicht op verder. Ik doe daar onderzoek naar aanleiding, want we komen dus incidenten tegen. En al die incidenten, we hebben een vrij goed computersysteem en dat proberen we allemaal bij elkaar te brengen. En daar probeer je dus analyses uit te maken van waarom gaat het nou daar elke keer fout? Waarom gaat het bij andere diensten veel beter? Laat ik zeggen, Belastingdienst, toen ik aantrad in het grijze verleden, deed gemiddeld meer dan een jaar over bezwaarschriften. Belastingdienst, en dat is de enige uitzondering, daar noem ik hem ook even, heeft nog altijd wettelijk het recht om er een jaar over te doen, want het is niet aan die weg gebonden, maar gemiddeld zitten ze nu echt beneden de 3 maanden. Dus hebben dat wel een heel stuk verbeterd. Nou, ik hoop dat u dat meer zult doen voor meer van dit soort klachten. Want het is, denk ik, hard nodig. Want in een goede democratie hoor je een goed functionerende overheid te hebben. En als die niet functioneert, dan moet er inderdaad iemand zijn die dat aan de kaak stelt. En die ook dan de lef en de durf heeft om dat soort dingen aan te pakken. En dat brengt me op een volgende vraag. Er gaan allerlei geruchten in de stad over corruptie, ambtenaren die omkoopbaar zijn voor weet ik wat, parkeervergunningen, sluitingswet misschien, ik heb geen idee verder. Hebt u daar, weet u daarvan, hoort u daarvan en wat kunt u aan zoiets doen als u dat ziet? We hebben in het verleden, gek genoeg, een aantal van dat soort klachten gehad. Die kan ik onderzoeken. Daar zijn ook een aantal zaken naar voren gekomen waarbij je zegt van nevenwerkzaamheden van ambtenaren, misbruik van een bevoegdheid maken. Daar bij grondbedrijf, dat soort zaken hebben wij, laat ik zeggen, probeer je aan de boven water te krijgen. We kunnen hele vergaande onderzoeken doen in die zin dat alle stukken die gebruikt worden en alle dossiers en alles moeten aan mij overlegd worden. En daar zijn ook een aantal dingen uit voortgekomen dat nevenwerkzaamheden door het college van BMW daar paal en perk aangesteld is en dat soort dingen.
het algemene beeld wat ik krijg is niet dat er veel corruptie is binnen de gemeente. Wat er wel is, is, en zeker zie je dat hoe kleiner organisaties zijn, dat er te weinig controlemomenten zijn. We hebben natuurlijk de kwestie van boedelbeheer gehad. Hè, waar, nou, waar ook laatst. Neem van, de parkeerwachters bijvoorbeeld, wat toch ook een vorm van corruptie is. Dat had echt te maken, maar het grote schandaal bij de parkeerwachters was natuurlijk dat hun hele administratieve, hun bewakingsproces voor geen millimeter deugde. En daar heb ik heel regelmatig op gewezen dat er allerlei, laat ik zeggen, dat je in wezen de kat niet op het spek moet binden. Hetzelfde geldt bij het gemeentevervoerbedrijf. Daar zit, laat ik zeggen, worden mensen aangenomen die een betrekkelijk laag inkomen hebben, langdurig werkloos zijn geweest, melkbanen. Die moeten hun kasgeld mee naar huis nemen, depotbeheer. Dat is de kat op het spek binden. Daar ga je gewoon. Ja, ik zeg daar dan altijd van. Ik ben een ouderwetse middenstandsdochter. 35 jaar geleden gingen wij al niet zo met ons personeel om. Ja. En de gemeente Amsterdam gaat. Kennelijk is daar erg naïef in geweest. Ik heb nu het gevoel dat het geleidelijk aan, en er is ook een speciaal project, corrupt of correct, met degene die dat leidt, de heer Bakker die uit de politie afkomstig is, maar nu dat uitdrukkelijk doet, heb ik ook heel frequent overleg waarbij we over en weer gewoon, laat ik zeggen, elkaar op de hoogte brengen van belangrijke signalen. Waar ik nog steeds niet ingeslaagd ben is, ik zeg, bij marktwezen, dat is ook zo een van die plekken waar voortdurend allerlei geruchten eronder doen. En dan merk je dat die zaak nog steeds, ondanks dat ik daar de eerste keer, denk ik, al 10 jaar geleden over begonnen ben, nog steeds geen sluitende regeling tot stand is gebracht. Ja. Dus er zijn echt zorgelijke dingen, maar ik blijf erop hameren. Zijn er nou ook verschillen tussen de verschillende stadsdelen? Dus dat bepaalde delen het beter doen dan andere in de klachtenbehandeling of? Ja. Je merkt, een aantal stadsdelen hebben duidelijk, stadsdeel Noord en een aantal van de westelijke tuinsteden hebben echt aandacht besteed aan hun klachtenregeling. En je ziet dat dat gewoon betekent dat ze in ieder geval met dat soort zaken behoorlijk omgaan. Een aantal andere, bijvoorbeeld Zuidoost, wat een heel groot stadsdeel is, en laat ik zeggen 100.000 inwoners, heeft nog steeds geen goede klachtenregeling, wenst daar ook bij zijn begroting niet in te investeren. En dat vind ik bijzonder betreurenswaardig. Ik heb vorig jaar daar zelf een tijdje een spreekuur pogen te houden. Het stadsdeelkantoor bleek kennelijk een te hoge drempel voor de mensen in dat stadsdeel. We zijn nu bezig om samen met de voorzitter van het stadsdeel, mevrouw Belliot, om te kijken dat we toch daar wat op poten willen zetten. Want het is natuurlijk een schande dat men dat zelf niet deed. Je ziet ook grote verschillen tussen stadsdelen, omdat nogal wat portefeuillehouders, naar mijn gevoel, te blind varen, te dicht op de zaak zitten. En als er dan eenmaal een beslissing is genomen, dan wil men niet van een standpunt afwijken. Dat zie je bij stadsdelen veel meer dan bij grote organisaties. Loopt mij? Oké, ja, dat brengt me dan toch op de vraag hoe toegankelijk u bent voor klachten van buitenlanders. Want er zijn toch culturele verschillen, taalproblemen. Hoe toegankelijk bent u? Nou ja, het is in ieder geval zo dat laat ik zeggen, iedereen kan klagen bij ons. Ik ga ervan uit dat moderne 3 talen plus Spaans, dus 4 feitelijk, hebben we binnen het eigen kantoor. Ik heb zelf nog een Slavische taal ooit geleerd, maar dan blijven er nog een heleboel gebieden waar je niet mee uit de voeten kunt. En de grootste groep zijn Turken en Marokkanen in Nederland natuurlijk. Ja. En daar hebben we op het stadhuis het grote voordeel dat er wel medewerkers zitten die dan bereid zijn om, als men de taal niet spreekt, behulpzaam te zijn. We gaan er ook vanuit dat we, als het enigszins mogelijk is, ook in een van de 3 moderne talen corresponderen. Dat zal dan wel altijd niet helemaal feilloos gaan. Hmm. Maar probeer het zoveel mogelijk. En geleidelijk aan zie ik ook dat steeds meer mensen die niet oorspronkelijk Amsterdammers zijn, de weg naar de ombudsman weten te vinden. Ja, dat zou wel kunnen zijn, maar toch zijn er veel onderwerpen, zoals ik noem maar AT5, de politie, waar u geen gezag over heeft.
Ik heb over niemand gezag. Ik heb U daar zeg maar, een ingang toe hebt. Ja, ja. En een beetje gezag mag best. Want als u zegt, neem ik aan uw objectiviteit van dit klopt niet. Gemeente, instantie, jullie doen dingen fout. Dan heeft u toch natuurlijk een beetje gezag. En, als u het zo uitlegt. Ja. Ja, op welke terreinen hebt u dan wel? Nou ja, er zijn een aantal. Ten eerste zijn dus allemaal. AT5 is geen gemeente Amsterdam. De politie is regiopolitie, dus niet meer de gemeente Amsterdam. Daar gaat de nationale. Maar vindt u niet dat eigenlijk een Amsterdamse ombudsman daar toch over moet kunnen gaan? Ik vind dat is in het verleden was dat ook zo. Was de gemeentepolitie was een zaak voor eerst voor de gemeentelijke ombudsman en dan in tweede instantie bij de nationale ombudsman. Ja, wat voor relatie hebt u met de nationale ombudsman? Geen. In die zin de nationale. Dus u mag klagen bij de nationale ombudsman. Nee. De nationale ombudsman gaat over Rijksoverheid, een aantal zelfstandige bestuursorganen en gaat over dus de politie. Alle provincies vallen onder de nationale ombudsman. En de taken waar de gemeenteraad, om het nou maar heel flauw te zeggen, van Amsterdam over gaat, daar gaat de gemeentelijke ombudsman over, die ook benoemd is door die gemeenteraad. Zoals de nationale ombudsman benoemd is door de Tweede Kamer. En de Tweede Kamer heeft ook geen zeggenschap over de gemeente Amsterdam. Althans wel in algemene regelgeving. Maar zo moet je globaal die verdeling zien. Ja. Ik zou het. En ik ben daar niet de enige in die feitelijk de huidige regelgeving rond de politiewetgeving niet handig vindt. Waarbij in wezen er geen democratisch controle is en een aantal gemeenteraden daarover gaan. Daar is in Den Haag ook discussie over, maar dat kan ik niet. Laat ik zeggen, ik functioneer binnen het bestel van de Nederlandse staatsordening en dat die niet helemaal ideaal is, weet iedereen wel. Maar u bent toch uit van een wilde generatie, denk ik? Ik behoor en tot die generatie dat die een beetje tegenaan moet schoppen om die bevoegdheden wat uit te breiden. Nee, want mijn generatie heeft dus geleerd, althans ik heb geleerd, dat een aantal zaken, dat we die prachtig poogden te regelen, dat we allerlei bestuurlijke herindelingen enzovoort allemaal bedacht hebben, dat alles sneuvelt in dit land daarop. Dus ik besteed mijn energie nu aan gewoon dagelijkse uitvoeringsproblemen. Ik heb 13,5 jaar in de Kamer gezeten en me toen met de grote politieke vraagstukken bezig gehouden. Ik houd nu me bezig met de normale dienstverlening van de gemeente Amsterdam aan zijn Amsterdamse burgers. En waar die vandaan komen interesseert me niet. Dan mijn grote vraag. Waar kan ik terecht bij u? U kunt altijd schrijven, maar dat is natuurlijk soms wat ingewikkeld. Twee keer per week een spreekuur. Hou ik een spreekuur. Dat hou ik op het stadhuis, ingang Zwanenburgwal. En dan zit ik sinds een week op. In de Stopra. Sinds een week op de tweede verdieping. Maar iedereen weet ongeveer waar ik zit. En als mensen aarzelen of het zinvol is om te klagen of niet, dan is het heel nuttig dat ze even bellen. En dan kunnen ze elke dag tussen 10 en 2 kunnen ze bellen en even het probleem voorleggen. Mag ik ook nog een telefoonnummer noemen? 625-4x9 is het telefoonnummer. Amsterdam dus 020. 625-4x9. Elke werkdag tussen 10 en 2. Mevrouw Salemans, ik hoorde net de telefoon al rinkelen. Hartelijk dank voor dit interview. En ik zou zeggen, rent u naar de telefoon. Want ik denk dat hij wel rood zal staan. Okay. Hartelijk dank. Bedankt.